Vorige keer bij Paper Mario the Thousand Year Door. Go to the watering hole outside the glitz pit from X. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario the Thousand Year Door. Ik ben er weer, Tredus hier, weer terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, nou ja, dat is eigenlijk al in de intro geweest. Dus wij gaan naar de watering hole, denk ik. Nogmaals, we kunnen sneller lopen door op onze Livion. Ik vind het nog steeds raar om eigenlijk zo... Ik bedoel... De enige Pokémon waar dat je eigenlijk zou op kunnen... Dat is Vaporeon, want daar zou je Surf op kunnen gebruiken in oudere games. Voor de mensen die kijken en alleen maar Sun and Moon hebben gespeeld. Ja, wij hadden HM's. Ik denk dat dat een ding is. Dat je gewoon bij Pokémon al moet zeggen van... Ja, wij hadden vroeger HM's. Dat waren moves die je moest gebruiken. Yada, yada, yada. Maar goed, we moeten naar de Watering Hole. En als kind had ik hier dus... Nou ja, als tiener, bijna puber, had ik hier dus een beetje het probleem van, waar moet ik dan in godsnaam naartoe? Want ik had geen flauw idee, want zo goed was mijn Engels nog niet. We moeten niet naar de winkel toe, maar we moeten naar de plek toe waarin dat je dus een drankje, een soort van bar, café, daar wil je eigenlijk dus naartoe. En die zit hier. De Fresh and Juice. Hey, ben je er weer? Ah, my lovely medicine. She is one tough cookie, as you would say, hon. Oh, I cannot even sleep. The pink spots on that head invade my very dreams. Volgens mij ben je niet dezelfde. Boeiend. In ieder geval, we moeten waarschijnlijk met jou praten. Oh, you're Mr. Gonzalez. Yeah, that's the mustache I've been waiting for. Actually, you're pretty late. Someone left a package and a note by the door a bit ago. The letter said, look for a thick-stash man named Gonzalez and give him this. This in this letter that we're talking about is, well, this. We hebben de superhamer! En daardoor komt Odette die we totaal gaan negeren in verband met de superhamer. Die leg ik jullie uit. Sowieso hameraanvallen die zullen dus nu 1 damage meer gaan doen. En in de overworld kunnen we dus nu B ingedrukt houden. En als we dan rond gaan spinnen met de joystick. En loslaten. Doen we een spinaanval. Hiermee kunnen we dus... Nee, we hebben het door. Hiermee kunnen we dus ook speciale blokken namelijk neerhalen. Zoals deze grote blokken die we hier zien. Altijd handig om te weten. Dus... En je kunt ze natuurlijk ook in battle gebruiken. Wat ik al had verteld. Dat je dus meer damage zou gaan doen. En je kunt die aanval ook gebruiken. Nou heb ik die jump aanval en deze aanval eigenlijk nog niet in battle gebruikt. In verband met... En ik had geen zin om met jou te praten. Oh. E-mail. Sorry. Mr. Blockade in the minor league locker room from X. The Blockade in the minor league locker room, huh? Wonder what's behind it? Ik heb geen idee. Laten we maar eens heel eventjes gaan kijken. Eigenlijk had ik ook wel een Fiverr stemmetje kunnen geven. Maar Fiverr is een beetje... Nee, dat past totaal niet bij jou. Totaal niet. Maar goed, we moeten dus naar de minor league locker room. Om daar een blokje kapot te slaan. Oké. Okay. Dus, serieus, een toad met te veel make-up op. Paper Mario, je ziet het allemaal. Oké, dus, even kijken. Ik weet niet precies meer welke dat het was. Dat is een minor league. Maar we moeten naar een andere minor league. Wat is dit? Hi. Dat is een major. Dat is een oude major dan, denk ik. Weet ik veel. Dat is de Champions Room. Ik weet niet, volgens mij moest je ermee praten. Ik weet het niet meer zeker hoe dat het precies zat. Hey, Sneaky. Hallo. Dat is de office, daar mogen we ook niet naartoe. Wat is dit? Dat is de Major League waar we wel in mogen. Ja. Ah, Gonzalez, is het? I got the word that you wanted to move back down to the minor league again. Can't say I understand why. No way, go in. Nou, we willen hierin omdat er dus hier een secret to everybody zat. Hey! Zie mijn nieuwe hamer! Oké. Okay. Dus er zou hier ergens zo'n gigantische blok moeten... Ah, kijk hier eens. Nooit eigenlijk opgelet. Poink. Oké, okay, wat hebben we hier? Oeh. Ik zie papierstuf. Oké, okay, laten we dat maar gaan pakken. Trouwens, zit hier een secret to everybody? Nee, jammer. Oké, okay, dus laten we hierop gaan klimmen. En met onze Yoshi kunnen wij dus een hover ability doen. En we hebben dubious paper.
Whoa, Gonzalez, that's some kind of scientific paper on the crystal stars. Would we invest in those things beside us? They even took pictures. Who'd leave something like that lying around? This just reeks of funny business. Yeah, inderdaad. Oh boy. You again! Mr. Gonzalez, what are you doing in here? Hun uitlachen. This is the minor league locker room. Major league athletes are forbidden. Kun je dat dan tegen die rockhawk zeggen? Even if they were, it's hardly appropriate to bash down our walls, Maar de rockhawk die kwam ook ons uitlachen. I'll just be confiscating this, thank you very much. Maar hoe wist je dat wij dat hadden? Hoe wist je überhaupt dat wij op dit moment hier zaten? Hoe wist jij... Never mind. Te veel vragen. Dang! What's with her? We busted our humps getting that information. Some people just got a random parade. Well, at least we know the crystal stars here. Ja, natuurlijk. Waarom denk je dat de map... Oh ja, je bent nieuw. Je bent nieuw. Je hebt nog niet gezien hoe dat de map werkt. Dus je bent nieuw en... Natuurlijk geloof je weer niet dat die map werkt. Bla, 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 bla. Maar ja, goed. Laten we maar weer even een match gaan doen. Want echt serieus, we hebben dus wel informatie gevonden. En in deze aflevering hebben we eigenlijk nog niet gevochten. Reserve match. En ik zie jullie wanneer dat de match gaat beginnen. Tegen wie moeten we dit keer? De Shellshockers. En volgens mij mogen we geen flower points gaan gebruiken. Nou ja, dan kunnen we wel nog heel even gaan slapen. Dit zijn de blauwe koepakroepers. De gele hadden we trouwens al gehad. De blauwe die wil je niet op hun rug gooien. Op het moment dat je dat doet, dan zullen ze namelijk een hele sterke aanval gaan doen. We mogen geen FP gaan gebruiken waar ik nog erger van baal. Dus wat we eigenlijk gaan doen is gewoon SP gebruiken. Want echt serieus, ze hebben daar niks over gezegd. Oké, focus. Ik bedoel serieus, het is 3 weken geleden dat ik dit gedaan heb. Concentratie. Concentratie is sleutel. Sleutels en sterren. Sterren zijn goed, want hoe meer sterren dat we hebben, des te meer damage dat we gaan doen. En ik wil dit eigenlijk in één keer afwerken nou, want geen special aanvals mogen doen en... Ja, deze gasten die niet op hun rug mogen liggen. Kan nogal vervelend zijn. Plus ik heb niet getaddeld. Waar ik eigenlijk van baal, want nou weet ik niet hoeveel HP dat ze hebben. Poink. Ze leven nog. Pineapples. Weet je wat, we gaan heel eventjes swappen. En dan gaan we toch heel eventjes kijken hoeveel dat ze hebben. En als ik superguard... Dan... Oké, ze hebben dus al... Ze hebben al meer dan 7 HP. Dit kan een probleem zijn. Ja. Ze zouden toch niet meer hebben dan? Ik bedoel, we mogen geen FP gebruiken. Oké, daarmee gaan ze neer. Oké. Doe jij eens even tellen, want dat kost ook geen FP. Een shady Koopa. Hebben 8 HP, aanval is 3 en defense is 1. Het verschil is deze, als ze op hun rug liggen, dan kunnen ze heel erg aanvallen. En dan zullen ze ook nog eens een keer een boost krijgen, wat ik jullie al vertelde. Oké, nou hebben ze dus allemaal nog 1 HP. Nou ja, behalve hij dus. Hij heeft nou 0. Haha! Dat komt eigenlijk best wel goed uit, want ik kan namelijk nog de Tattle Ability gebruiken op hem. Want ja, dat is toch weer een Tattle die we dus nog niet hebben gehad. Nou weet ik dat er de Peekaboo badges die we dus zouden kunnen gebruiken, waardoor dat we dus nooit meer hoeven te tattelen. Maar waar zit daar de lol in? Dit kan nogal lastig zijn. Ik denk dat ik gewoon voor de Peel ga. En hopen dat ik hem neer kan halen via een superguard. Want als we die superguard krijgen, maak ik nog eens een keertje om. Geen damage. Dankjewel, Samsung. Is die hond van Samsung get? Ik weet het nog wel, maar goed. Ah, ik flubbub hem. Nou ja, dat maakt niet uit. Dan doen we gewoon dit. Toink. Toink. Yay! Ik krijg 12 star points, dus ik heb gewind. Want ik heb geen FP gebruikt van al die zooi. No biggie! Gonzalez! Ja? Wow, Nelly, I don't believe my eyes, folks. The Iron Adams fans are in a rage. You made us look like suckers the other day, and now you're gonna pay for it! Oh, a little tired from your match, great stinkwad! Too bad, prepare for pain!
Hoe is dit toegestaan? Ik bedoel... Toad McSnabbersnap zit de hele tijd te zeuren tegen ons en dit is in één keer toegestaan? Livion. Ik weet niet of het hier... Hier gebruik ik gewoon mijn FP's voor. Na, 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 na. Ah, die timing had ik niet goed. Vooruit dan. Je hebt een keertje damage kunnen doen. Wees blij mee. Dan wil ik eigenlijk wel die timing een keer goed hebben. Ah, weer de stylish niet goed bij die. Het is een hele handige aanval, maar... Ja. Nou ja, in ieder geval. Geen probleem om ze weer te verslaan. Blurk, we love after all that reek. Ik wil tot ze gedisqualificeerd worden. Holy, that's our greatest elephant of the neighbors. Kid don't even blink when the Iron Admin Twins march in and attack. Woo! Tough, he's too dang tough. Yeah, this kid is blah 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 blah. Is your fight money, Mr. Gonzalez? Ik eis een... Ik dien een klacht in. En ik wil mijn geld. Now, if you excuse me, I must be going. Hold up my glasses. Blah! Haat die snol. Gonzalez, there's another email. What now? Ik heb geen idee. Keep sticking your nose in where it doesn't belong. And you're dead meat. Man, that dude sounds peeved at thinking there isn't our ex-buddy. What do you think would Samson sense something like that? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is, we hebben best wel veel FP eigenlijk gebruikt, dus laten we maar gaan slapen en naar onze volgende match gaan. We moeten 3 keer appealen naar de crowd en we hebben 3 keer Tatsfashi Get Dizzy. We zien er eentje met een aanval die we zo snel mogelijk eigenlijk uit willen schakelen. Dus ik ga eerst even de Power Bounce doen. Beetje overkill, maar dat maakt niet uit. Ik weet niet hoeveel HP dat die kringen hebben, maar ik had echt geen zin om eventjes aan te gaan kijken van... Goh, hoeveel zouden ze hebben? Nou, laten we nou maar eerst eventjes die appeal gaan doen, want ik heb geen zin om deze match nog een keer te moeten doen. Dus, hallo! Jee, Superguard! Een van de moeilijkste Superguards! En de, volgens mij zijn de roze van... Tot ze... Volgens mij proberen die FP te stelen, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Ook even appealen. Dan hebben we 3 keer geappeeld. Dan zijn we ook weer tevreden. Ah, net te laat. Kijk, dat doen we weer wel goed. Het liefste zou ik hem eigenlijk toch wel een beetje willen kijken wat dat hij precies doet. Maar aan de andere kant heb ik eigenlijk zoiets van... Laten we eens deze even neerhalen. Eventjes de Crown Pound doen. En mocht hij dat overleven, dan krijgt hij nog altijd de Tattle approach. Dus laten we de Crown Pound doen. Ik denk dat dat meer dan genoeg damage gaat doen. Ik ben zo goed in Button Bash. Ah, ik doe weer de timing niet goed. Nou, oké, dat is al genoeg. Maakt niet uit. Yay, ik heb gewind. Is your fight money, Gonzalez? Ik word moe van jou. Ja, ga jij nou maar eens weg. Dat hoef je niet elke keer te zeggen. Geef gewoon geld en ga gewoon weg. Hey, yo. Gonzalez. Jolene brought a piece of cake from a fan, I guess. Volgens mij is de eerste safe. Man, that looks awesome. I'm drooling. Tuurlijk. Ja, yeah, let's shout down. En we zijn fully recovered. Dit wil je bij de eerste cake inderdaad zeker doen. Geen enkel probleem. Maar hou er rekening mee dat niet alles zo mooi is als dat het lijkt. In ieder geval, wat moeten we nou weer tegen vechten? De Magic Koopa Masters. We mogen geen items gebruiken. Magic Koopas, die willen we zeker eigenlijk wel taddelen. Goed, laten we die heel even taddelen. Laten we heel eventjes al gelijk even Goombella erin gooien voor het begin. En ja, we zijn fully recovered. Dus we mogen geen items gebruiken, dat is niet zo'n ramp. Goed.
Ik denk dat we namelijk er heel snel hier wel doorheen kunnen gaan. Dus, nou ja, krijgen we alweer heel de dingen te zien. De Magic Koopers, die zijn nogal lastig. Ik bedoel, volgens mij is de rode de aanvaller. Degene die kan vliegen, dat is ook een goede aanvaller. En de witte is de healer. Dus daar wil je voor uitkijken. Je fool. What the world of fear our dark magic. Ja. Oké, we mogen geen items gebruiken, dus zetten we heel even de Combella vooraan. Oké, laten we beginnen met rooien. Waarom ook niet? Ik doe hier al eventjes iets fout, jongens. Even wachten. Daar. Oké, dat is beter. Goed, dit is de Red Magic Koopa. Die heeft 7 HP, aanval is 4, geen defense. En ja, kan dus magic gebruiken en kan ook nog eens een keer magic gebruiken om aanvallen te versterken of defense te versterken. En als hij alleen is, dan kan hij nog eens een keertje multiplier doen en dat is nogal vervelend. Dus daarom wil je zorgen dat ze dat niet kunnen doen. Goed, laten we deze maar gelijk neerhalen. Dat is net zo makkelijk. Deze aanvallen superguarden heeft weinig nut, want ze zullen dus geen damage krijgen. En oh, fijn, je bent electrifying. Goed, dan gaan we als eerste naar de groene toe. De green magic Koopa. Koopa Wizard die is in het groen, heeft 7 aanval, of 7 HP. Ook 4 aanval en geen defense. Hij kan vliegen. En heeft eigenlijk een beetje hetzelfde als de andere, maar kan dus een elektrische charge geven op zijn maatjes. En als hij alleen is, dan ja, zal hij dus een multi-aanval doen. Dus en dat is nogal vervelend. Super heal! Altijd leuk. Ik begin de bingo's weer een beetje door te krijgen. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Nou, in ieder geval laten we gelijk die groene even neerhalen. Dat is geen enkel probleem. Toch? Toch? Doink. 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 Ah, ik wil doorgaan. Overkill is leuk. En hier krijg je dus die multi-clone aanval waar dat ze het dus over hebben. Maar dat maakt niet uit, want als het goed is kunnen we dan nog steeds tattelen. The White Magic Koopa. Copy, no point in attacking it since you can't hurt it. The real thing, oké, de echte Magic Koopa heeft dus ook 7, een aanval van 4 en geen defense. En het grappige is, deze die heeft nogal healing capabilities, alleen dat wordt hier niet echt uitgelegd. De echte te vinden, dat is heel erg makkelijk, want we hebben de Quake Hammer. Poink! Daar zat de echte. Yay! Als ik me niet vergis, gaat hij nou weer dadelijk proberen om te klonen. Dus moeten we weer dadelijk de Quake Hammer gaan gebruiken. We hoeven in ieder geval ons geen zorgen te maken over damage deze beurt. Hij hield zijn eigen helemaal maximaal. Oké, prima. Dan gaan we gewoon de powerbound doen. Bedoel, we hebben ze allemaal neergehaald met deze aanval. Overkill! We mochten geen items gebruiken, maar FP die hebben we gewoon een overvloed gebruikt omdat we daar de kans voor hadden. Yay! Oh, wat nou weer? Mario! Oh, god! Wat doe ik hier? Wow, another fighter storming in, screaming its full off at something. Gonzalez has lots of foes, folks, some who don't even know his name. Will he live? Word on the street was that some mustache and turfers in Glitzville, and then look here! Talk about perfect timing, and now with all these folks around us, they get to watch me murderize you! Oftewel, we moeten ook nog Bowser gaan bevechten. I'm gonna destroy you, and I have witnesses! Dus ja, we mogen tegen Bowser gaan vechten. Bowser, Ted Hall. Poink. Hey, dat is Bowser. Maar wat doet hij hier? Ik heb er geen idee. Die heeft 30 HP, attack is 3 en defense is 1. Hij is lelijker dan hij had verwacht. Maakt niet uit. In ieder geval, hij kan nogal vergiftigen met bijten. En hij kan natuurlijk ook nog eens een keertje zijn vlammenwerper gebruiken. Waar dat al helemaal vervelend is. Dus, ook nog eens een keertje, je kunt gewoon op hem jumpen. Heel veel mensen weten dit niet, maar je kunt gewoon op hem jumpen. In verband met die horens die hij daar heeft, zullen niet pijn doen. Dus je kunt gewoon op hem jumpen. Let op.
Hoppakee, gelijk 8 damage. Leuk! Alleen zijn vlammenwerpen, dit doet pijn. Het enige nadeel is, ik wil eigenlijk dus nou wel swappen van partner. En ik denk dat Livion dit best wel eigenlijk zou kunnen doen. Ook al zetten we dus technisch gezien een grastype tegen een vuurtype in. Ik denk dat ik de mini-egg wel kan gebruiken. Haha. Oh nee, wat een schade. Oh, wacht eventjes, we hebben bijna geen FP meer. Sweet Treat. Al kan ik ook eigenlijk wel een item gebruiken, maar Sweet Treat, waarom ook niet. Doink. Dus ja, Bowser die kun je hier in één keer tegenkomen zonder enige reden. Ze hadden echt zoiets van, ja, we willen eigenlijk het een beetje spannend gaan maken en hier dus in één keer Bowser battle in gaan gooien. Er is totaal geen reden om hier eigenlijk Bowser dus te bevechten. Of eigenlijk hier hem tegen te komen, maar je komt hem hier gewoon tegen zonder enige reden dat je hem hier tegen hoeft te komen. In ieder geval, we zijn weer volledig geheeld, dus we hebben weer wat FP terug. Nou ja, ik wil iets meer FP, dus... Weet je nog dat er werd gezegd dat we geen items mochten gebruiken? Eens even kijken, HP... Screw dat eens! Hier zijn geen regels voor gemaakt, hier maak ik bezwaar tegen. Hoe komen ze sowieso zo voorbij de beveiliging? Ai. Ah, ik wou... Nee, ik mag mijn hamer niet gebruiken. Terwijl dat ik die ook helemaal niet wou gebruiken. Omdat ik de power bounce wil gaan doen. Stylish. Ah, en daardoor maak ik een fout. Ik ben bang dat de ground pound hem eigenlijk geen damage zal gaan doen. Dus... Dan maar de gulp. Yay. Oh. Ah, net niet. Nou had ik hem eigenlijk nodig. Well, I expected nothing less from you, Mario. Figures you get some licks in. Yay! Oh ja, yeah, is nou weer groot. Oké, we gaan nou de power bounce gaan we hem goed doen. Stylish. Net genoeg volgens mij en ik kan geen gulp doen. Volgens mij gaat dit niks doen. Dit gaat niks doen. Jee, ik heb eindelijk de stylish daar. Maar zoals ik al zei, dit doet niks. Oh, superguard! Livion is geweldig! Oké, power bounce. En toch nog die overkill. Burk! En we krijgen toch daar weer 15 starpoints van. Eigenlijk best wel jammer dat we nou niet die verdubbelaar kregen. Brrr. Whoa, that's our Gonzalez. He didn't even bat an eye when some nut ambushes him. Tough, you heard too tough, son. And you're only gonna get tougher. Stay tuned, folks. Until next time, everybody. See ya. Op zich eigenlijk niet zo'n verkeerd idee wat Grubba daar heeft. Here's your fight money, Mr. Gonzalez. Dus ik denk dat ik inderdaad heel eventjes rustig ga slapen. Even rustig een beetje bijgekomen van deze dubbele badge match dinges die we hebben gekregen. En inderdaad heel eventjes na gaan denken wat we in de volgende aflevering gaan doen. Wow, that was the king of the Koopas, wasn't he? Wow, that guy is insane. Jij hebt het gezegd, liefje, want het is inderdaad nogal maf. Maar goed, ik ga slapen. Ik dank jullie voor het kijken. Mijn leukste momentje natuurlijk. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video die geüpload gaat worden. Weet ik van wanneer. Dus ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. En niet vergeten, laat een like achter. Mario vindt het leuk en ik ook. Yay! In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Jullie zijn geweldig. Doei! Trusten.